lekker erop uit met je fiets met een fietstas. Maar je wil natuurlijk niet dat deze tas erg vies is of snel kapot gaat. Als jij je fiets met fietstas intensief gebruikt, kan het zijn dat je fietstas een keer een schoonmaakbeurt nodig heeft. In deze video ga ik je uitleggen hoe je dat het beste kan doen zonder dat de kwaliteit van de tas naar beneden gaat. De meeste fietstassen kun je met een sopje, met een milde zeep en een spons eenvoudig schoonmaken. Het is belangrijk dat je weet van wat voor materiaal je tas gemaakt is. Leer heeft namelijk een ander onderhoud nodig dan een tas, bijvoorbeeld van waterafstotend polyester. Is je fietstas helemaal nat geregend? Het is dan vaak voldoende om hem even goed te laten drogen in een goed geventileerde ruimte. De meeste tassen zijn goed schoon te maken met water, met uitzondering van leer. Ik ga je even uitleggen hoe dat werkt. Met een sopje met lauw warm water en een milde zeep en een spons kun je de tas gaan schoonmaken. Eventueel kun je er nog een zachte borstel bij gaan gebruiken, maar je moet er wel op letten dat je het materiaal niet aantast. Het is belangrijk dat je de tas laat drogen in een goed geventileerde ruimte. Zet hem dus niet buiten in de volle zon of binnen bij de verwarming. Dit kan namelijk het materiaal beschadigen. Heb je de binnenkant van de tas ook schoongemaakt? Laat dan de klep en de eventuele ritsen even openstaan. Zo kan ook de binnenkant goed opdrogen. Laat je de tas niet goed opdrogen, er kan dan spocht in de tas ontstaan. Je fietstas ziet er weer als nieuw uit en is weer klaar voor de volgende fietsrit. Wil je nog meer weten over het onderhoud van fietstassen? Bekijk dan onze website oblink.nl of kom langs in onze winkel. Wil je nog meer video's van ons zien? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.